Georgia, Georgia. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind, on my mind. Georgia, Georgia, the song of you comes back soft and clear as the moonlight through the pines. Other arms reach out to me, and other eyes smile tenderly. But there's still that peaceful dream that see the road leads back to you, chérie. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Thank you.
dit meubels zijn. Dat kan ik daar weer opkomen op dat van. Dat van is precies, ja. En dat is ook, ja. Ja, dat was zo'n kruis, zo'n meubel maken. Ja. Ja, dat is het. Ja. Dat was toen de eerste studie. Ja, ja, dat was die grijze man. Met een Marlijn Mapeltje. Ja, toen waren de monsieurs allemaal heel dicht. Ja, ja, ja. Zo. Nee, nu is dat niet. Ja, ja. Ja. Zo. Dus dat is de laatste die gestorven is van de hele club die hier opgetekend of opgeschilderd staat. En dat was dus de zusterscommuniteit die hier werkte toen. Ja, ja. En die heeft onderaan links opnieuw het schilder van deze kerk. Voor deze ja, hè? Pater Bertus Christus. Ja, ja. En die heeft dus in de jaren 30, begin jaren 30. Hier komen om de kapel te schilderen. Zo. Fantastisch, hè? Ziet het op. Ja. Het huis is niet slecht, maar het is echt een onderhoudsbeurt. Ja. Echt hard. Ja. Is, ja. Oh, het is echt, het is te gek, hoor. En dit is ook al vanaf het begin zo, hoor. Dit is al vanaf het begin zo geweest. Dit is altijd, ja, vanaf, nou, die zou niet direct hier begonnen zijn, maar toch wel kort na de opening van het huis. Ja. Ah ja, Romulus. Romulus en de oprichters van Remus, ja. Doei! Ja! Doei! Tot ziens! Doei! Stevig drukker staat er op de bel. Zo.
weet ik niet of hij die hier gekocht heeft of vanuit Nederland naar hier toe, weet ik niet. Het verhaal zou zijn dat... Ik wil nou echt naar Nederland toe gaan en er een lange periode blijven, eventjes om al die vervelende dingen die we hebben moeten meemaken, dat ik daar een beetje vanaf kan komen. Ja. En gaat ook daar hetzelfde waar kardinaal Simonis, waar hij naartoe gaat, gaat hij daar ook naartoe? Op een is huis... hij nu thuis betrokken in Brabant? Hij zou in Nieuw-Kuik gaan. Ja, precies. Ja, het huis is niet klaar. Nee. Dus, maar ja goed, die heeft dan toch geen moeite om ergens onderdak te komen. Nee, dat denk ik ook niet. Die mensen die zijn zo binnen. De dingen die ze hebben meegemaakt in die morgen eten ze hier, aten ze hier dan samen. Ja, dit meubels, dat ken ik, daar hebben wij ook ons bed van. Ja. Bed, en dat is precies, ja, en dat is ook, ja. Daar was zo'n Brabantse meubelmaker. Ja. En die, ik weet niet, dat is Monsieur Muskus beter te vertellen. En die had die dingen laten maken. Ik weet waar die zitten, dus vooral makkelijk wanneer het donker is. Ja, klopt. Ja. Nou kijk, en hier is dan de kamer van de kardinaal. Ik kan jullie laten zien waar een schilderij in. De spijkers die hangen er nog. Daar hingen ze. Ah, God, wie is er nou in geïnteresseerd? Ja. Hè? Ja. En hingen meer schilderijen nog aan? En hier gingen nog andere schilderijen hingen er. En daar stond ook een mooie, vazen op. Ja. En ook hier zo op die schouders stonden ook van die... En dat is allemaal meegenomen. Dat is allemaal meegenomen. En die porseleinen beeldjes die er waren van ons, die stonden hier. Ja, hoe ze die losgekregen hebben, dat weet ik niet, maar die stonden hier. Vastgeplakt, vastgelijmd hierbovenop. En toch. Weet ik het, met een steekmes, met een plamuurmes of zoiets hebben ze daar eraf kunnen halen. Dus. Zo zat hij hier. Ja. Dat is buiten het verlies van spullen van dat iemand in je huis is. Hè? Ja, precies. Ja. En het is niet de enige. Ja, onder mij is het één keer gebeurd, maar van tevoren is het ook gebeurd. Ondanks zo'n hele muur om het huis heen. Er is altijd wel iemand die is ergens een deur openlaat. Ja. En je weet ook maar niet in hoeverre dat het iemand is die onbekend of bekend is. Hier geleden kon het hele huis van boven tot onder. Overal kon het opgeknapt worden voor nog geen 2 miljoen euro. Nou is 2 miljoen euro een duur. Is dat veel waard voor zo'n huis? Het is toch nog een heel bedrag, ja. Maar ik bedoel... Dat was ook een ander project. En in dat project werd alleen iets wat los zit. Er zitten nog wat regels los in. Er zijn best wel veel dingen te repareren. We moesten nou het dubbele hebben om alleen de dingen die stuk waren te repareren. Ja. Nou, dus dat was dus helemaal niet in actie. Dat was helemaal al te gek. Ja. Zo. Maar uw plan is ook niet doorgegaan. Nou, ik zal niet zeggen, er zijn colleges die hebben mooie kapellen. Maar zoals deze, dat is toch wel bijzonder hoor, met heel die houten bewerking zo. Hè. Kijk, en hier staat om en weer naar Tubbel. Dat is die. Ja, dat is. En dat was toen bij. Ja. Dat was toen de eerste student. Daar, hè? Ja, daarboven is het, die grijze man. Ja. Met een hermelijnen manteltje. Ja, toen waren de monsieurs allemaal nog heel deftig. Ja. Niet meer? Zo.
Zo. Nee, nu is het allemaal heel veel. Zo vereenvoudigd. Nee, ja, en die net achter de rug van monsieur Eras met die kale bal, dat was kardinaal Willebrands. Ja. Dat is jou, ja? Ja. Zo. Dus dat is de laatste die. Ja, die gestorven is van de hele club die hier opgetekend of opgeschilderd staat. Ja. En dat was dus de zusterscommuniteit die hier werkte toen. Ja, ja. En hier onderaan links geknield zit, dat is de schilder van deze kerk. Oh, die heeft zichzelf opgenomen. Ja, hè? Pater Albertus Gresnicht. Ja, ja, ja. En die heeft dus in de jaren 30, begin jaren 30, is die hier gekomen om de kapel te schilderen. Zo. Fantastisch, hè? Ziet u dat we toch aan de schuur? Ja, ja. Ja, het huis is niet slecht, maar. Het is echt een onderhoudsbeurt, man. Ja. Echt hard, hard nodig. Ja. Het is. Ja. Oh, het is echt. Het is te gek, hoor. Ja, er zijn toen dat tijd kosten nog moeite bespaard om hier een hele dure kapel neer te zetten. Hoor. Ja, dat hangt er een deel van die luiken. Die zijn allemaal dicht, ja. Tja. Ja, dat is echt een juweeltje deze kerk, hoor. Dat is echt een juweeltje. En dit is ook al vanaf het begin zo wel? Dit is al vanaf het begin zo geweest? Die zal niet direct hier begonnen zijn, maar toch wel kort na de opening van het huis. Ja. Ah ja, de Romulus. De Romulus en de oprichters van Romulus en Remus, ja. Nee. Ja. Nee. Tot ziens. Nee. Dag, hoor.